Zoals gezegd, mijn naam is Arie Smits, bestuurslid van de stichting Ludewa. Minder belangrijk, wat veel belangrijker is, Esther van Vught, die hier naast mij staat. Die gaat zo meteen iets vertellen over wat de stichting in Tanzania allemaal doet. U ziet hier de kaart van Tanzania met erop in het omcirkelde deel het gebied Ludewa waar de stichting actief is. Werkende kwamen ze erachter dat het ook belangrijk was om niet alleen voor zichzelf bezig te zijn, maar ook voor de lokale bevolking voorlichting geven op alle gebieden waar het maar nodig was. Tevens zagen ze dat er een ontzettend grote nood was en Tanzania staat erom bekend als het gaat om drinkwatervoorzieningen. En al gauw kwam de vraag in Nederland, goh, is het mogelijk om gelden bij elkaar te brengen om daar een groot drinkwaterproject te starten. Nou, de stichting Ludewa heeft zich ingezet voor het bijeenbrengen van gelden voor projecten in Tanzania. Maar zoals bekend, als je in Nederland gelden bijeenbrengt en dat geld gaat naar het buitenland, dan is de vraag, wat gebeurt er met dat geld? Is het daar wel goed uitgegeven en komt alle gulden destijds en euro's tegenwoordig, komen die wel op de goede plek terecht? Voordat ik de presentatie begin, wil ik graag dit pompje even doorgeven. Je zag net op die foto daar, zag een dame aan een pomp. En dat is echt een hele eenvoudige technologie. En inmiddels hebben we met behulp van Stichting Rodewa en ook andere stichtingen waarmee Shibo samenwerken, zijn er allerlei projecten uitgevoerd. Ik ben inmiddels terug in Nederland. Ik werk voor Stichting Connect International in Leiden als mededirecteur. Maar de projecten daar die gaan daardoor en Stichting Rodewa ondersteunt ook nog steeds die projecten daar. Inmiddels is Shibo uitgegroeid tot een professionele organisatie met 25 medewerkers. Het kantoor is gevestigd in Njombe. Hieronder staat een heel mooi gebouw wat inmiddels helemaal af is. En waar dus eigenlijk ook, het is niet alleen kantoor, maar ook trainingfaciliteiten. Want het doel van de organisatie is niet alleen om projecten uit te voeren in de dorpen, in de omliggende districten, maar ook om een impact te hebben over het hele land en ook naar andere landen toe door middel van trainingen op het gebied van we noemen het smart technologies. Dat zijn aangepaste technologieën die de mensen kunnen leren om op die manier hun inkomen te verbeteren. We hebben dus een speciaal concept ontwikkeld van gemeenschapsontwikkeling en daarbij gebruiken we de groepen mensen in de dorpen, dat heet Village Action Groups. En die groepen in de dorpen, die mensen die gaan zelf eens kijken van wat is voor ons belangrijk, wat zijn onze prioriteiten. En we hebben dat concept inmiddels in meer dan 250 dorpen, dat in een bevolking van zo'n 500.000 mensen is dat concept reeds bekend. En worden de projecten uitgeoefend. En op die manier is het dus heel makkelijk voor die dorpen ook om dingen, of ook eigenlijk de Stichting Rodewa, die dan heel makkelijk te horen kunnen krijgen van oké, wat leeft er nou bij de mensen? Wat zijn de benodigdheden? En kunnen daar dan op inspelen. Dus hier het water kan opgevangen worden en dan met pijpleidingen naar 4, 5 kilometer verderop naar een dorp wordt vervoerd. En het is ook weer, zoals de mensen samen bezig zijn, want alles wat door de mensen zelf gedaan wordt, kan worden, dat wordt door de mensen zelf gedaan. Dit is een bouw van een latrine. Een verbeterde manier, gewoon voor een verbeterd toilet. Het is niet vergelijkbaar met onze toilet, maar meestal in Afrika zie je dus vaak gewoon een gat in de grond en dan doen mensen boomstammetjes opleggen. En dit is gewoon dan net een beter hygiënische manier om een latrine te maken. Een eerste hulppost is dit. Nog een eerste hulppost. Ja, dat is toch. Dit is een van de eerste lagere scholen. Dit is nog wel in aanbouw hier. Inmiddels is die school af. Met een lerarenhuis. Want leraren die komen vaak. Die dorpjes die liggen vaak zo ver af. En als een leraar geen goed huis heeft, dat hem niet aangeboden wordt, dan blijft hij gewoon niet bij zo'n school. Dus om een leraar te kunnen komen, is het gewoon belangrijk dat er ook huizen bij die scholen zijn. Hier ook een mooie school. En dit is een kleuterschool die eerst in de opslagplaats van het dorp gedaan werd. En daarna is er een nieuwe school gebouwd. Daar krijgen we zo meteen nog een keer het plaatje van te zien. Dit is een van de meisjes die via het educatieproject een opleiding heeft kunnen doen. En dit is een lagere school. Door de jaren heen, ik heb jarenlang daar gewerkt als mediator ook voor het Lilianenfonds, waar hielpen we gehandicapte kinderen. En het Lilianenfonds die helpt dan voornamelijk met het betalen van de medische kosten voor deze kinderen.
In het begin ging dat gewoon druppelsgewijs. Kinderen horen van dat wij in staat zijn om ze te helpen. Of de oude stand, sorry. En die komen dan naar ons toe en die vragen of we dat doen. Nou, het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar wij woonden, die was 800 kilometer van ons vandaan. En die kinderen die gingen dan met de bus, of gaan nog steeds, met de ouders, die 800 kilometer naar de hoofdstad, naar de Haslaan. Daar zijn hele goede faciliteiten. De kinderen worden daar, krijgen een operatie als het nodig is. Maar vaak ook na de hand is fysiotherapie nodig. En wat je eigenlijk nou ziet, er komen zoveel kinderen op ons af. Je ziet ook hier op die banners. Het gaat echt om duizenden kinderen in het district die gewoon geholpen moeten worden. Maar niet al die kinderen die hebben een operatieve ingreep nodig. Veel van die kinderen die hebben gewoon fysiotherapie nodig. En daarom is het idee ontstaan om bij het huidige ziekenhuis in het Jombe district om daar de faciliteiten te verbeteren, om daar een soort slaapzaal te maken waar die kinderen, dus als die ouders met die kinderen uit de dorpen komen, daar enkele dagen of een week kunnen verblijven, daar geoefend kunnen worden. En dan, want op het moment is het zo, die kinderen die worden geoefend en dan wordt er verteld, gaan we weer naar huis, kom morgen maar terug. Maar die mensen in die dorpen, die kunnen dat niet. Dus de bedoeling is dat met zo'n slaapzaal, dat dan die kinderen daar de plek met die ouders een week kunnen verblijven. En dan daarna, dus die ouders dan weten hoe ze hun kind thuis kunnen blijven oefenen. En dan komen ze na een aantal maanden weer terug voor een vervolgbezoek. Even hebben geluisterd naar de woorden van Esther en van Alex. En een van de dingen die Esther zei, zoals u misschien weet, worden onze bijdragen verdubbeld. Alleen, ik heb het idee dat een aantal van u dat niet weet. En daarom denk ik dat het belangrijk is om dat te zeggen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingshulp, allerlei fondsen die er zijn op het gebied van ontwikkelingshulp, die hebben een prachtige regeling. En die regeling die laat als volgt. Voor elke euro die u zelf weet op te halen, doen wij daar dubbel bedrag bovenop. Dus met andere woorden, als die stichting Tanzania, als die stichting Ludewa, voor hun werkzaamheden in Tanzania, bij wijze van spreken 25.000 euro weet te vergaren, dan doet het NCDO, die doet daar nog een keer 25.000 euro bij. En dan is er nog een fonds en die zegt, oké, dat geld mogen wij bij elkaar optellen. En dan krijgen jullie dat bedrag ook nog een keer gesubsidieerd. Met andere woorden, de 25.000 euro die wij hier met de stichting Ludewa weten op te halen, die staat in werkelijkheid voor 75.000 euro. Met andere woorden, dat soort verdubbelingen, dat grijpen wij altijd aan om ook voor mensen duidelijk te maken dat dat geld, punt 1, wat u geeft, ook duidelijk daar komt waar het moet zijn. En punt 2, dat uw euro eigenlijk minstens 3 euro terugbrengt naar die club. En waarom zeg ik dat nu allemaal voordat u aan de maaltijd begint? Wij hebben besloten om die aan u aan te bieden. Maar een aantal van u, die heb ik al zien kijken, zoiets van er zal een addertje onder het gras zitten. Dat zit er niet. Er zit alleen een verzoek onder. U gaat straks keurig netjes proberen die fantastische maaltijd te verorberen, daarvan te genieten. Alleen ik kom wel langs met een mandje. En dat mandje, daar mag u vrijwillig iets instorten. Daar moet u misschien wel iets instorten als u het verhaal van Esther en van mij gehoord hebt. Ik kom bij u langs. Ik vraag nu niet naar uw fiscaal inkomen, ik vraag wel iets of u namelijk wat in dat mandje doet. Hartelijk dank.